Hallo, ik ben Mark Kloostermans en welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik wil het deze keer kort even hebben over Juan José Arriola. Wie is Juan José Arriola? Wel, bij leven werd deze Mexicaan ook wel eens El Pequeño Borges genoemd. Zijn Nederlandse uitgever vergelijkt hem nu met Franz Kafka, Edgar Keret en Haruki Murakami. En hij zelf zou nog de voorkeur geven, denk ik, aan een vergelijking met de Franse cultschrijver aller cultschrijvers, Marcel Schwab. Maar allemaal heel interessant, die vergelijkingen en referentiepunten, maar Arriola is toch vooral zijn eigen man. Hij schrijft ultrakorte, licht absurdistische verhalen met toch meestal drie dingen gemeenschappelijk. Namelijk talige humor, katholicisme en seks. Altijd een goede combinatie. De vogelspin loopt vrijelijk kriskras door het huis. Maar mijn gevoel van afgrijzen neemt niet af. Toen Beatrice en ik die gore kermiskraam betraden, besefte ik dat dit weerzinwekkende ondier het meest afgrijzelijke was dat het lot me kon vergunnen. Erger dan verachting of deernis die plots oplichtte in een heldere blik. Een paar dagen later kwam ik terug om de vogelspin te kopen en de verbaasde kunstenmaker gaf me wat informatie mee over haar gewoontes en haar merkwaardige voeding. Op dat moment drong het tot me door dat ik voortaan de volslagen dreiging in handen had, de hoogste dosis doodsangst die mijn geest aankon. Het verhaal Waarlijk, ik zeg u, vertrekt vanuit het Bijbelcitaat dat het voor een rijk man moeilijker zal zijn om in de hemel te komen dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. En Arriola schrijft vervolgens een soort krantenartikel over een wetenschapper die net dat huzarenstukje, kameel door het oog van een naald krijgen, voor elkaar gekregen heeft. Uiteraard allemaal met het oog op het zielenheil van de rijken, oftewel zijn klanten. In een ander verhaal, een dorpsverhaal, wordt een bedrogen echtgenoot, een horendrager, zoals men vroeger wel eens zei, letterlijk wakker met horens op zijn hoofd. Hij begint zich ook te gedragen als een stier en sterft tenslotte in de arena. Dus je ziet, Arriola neemt een talige uitdrukking en trekt die door tot in het absurde, tot er, als het ware vanzelf, een verhaal ontstaat. Horendragers, overspel en seks zitten in heel veel van deze verhalen, maar op verschillende manieren. Arriola schrijft een beetje zoals het Belgische weer, namelijk wisselvallig. De boel kan elk ogenblik omslaan, van geilheid naar droefenis of absurdisme. In volgens mij het beste verhaal, Parabel van de Ruil, wordt een klein stadje bezocht door een koopman, met huifkarren waarop prachtige vrouwen staan. En alle mannen uit het stadje ruilen vervolgens hun vrouw in voor een nieuwer, jonger exemplaar. Behalve één man, die zijn vrouw trouw blijft, maar die begint hem dan wel te haten, want ze ziet een zwakkeling in hem. En dan blijkt op een bepaald moment dat al die prachtige nieuwe vrouwen beginnen te roesten. Ze verspreiden de typische walm van kopersulfaat. Toen ik die gedenkwaardige nacht de vogelspin in mijn flat losliet en zag hoe ze zich in kreeftengang onder een meubel ging verschuilen, ving een onbeschrijfelijk leven aan. Door alle momenten die mij zijn toebedeeld, loopt sindsdien de spin, die het huis vervult met haar onzichtbare aanwezigheid. Elke nacht wacht ik sidderend op de dodelijke steek. Vaak schrik ik wakker, bevroren, gespannen, roerloos, omdat de slaap de kriebelende loop van de spin over mijn huid exact heeft nagebootst, haar ondefinieerbaar gewicht, consistent als een orgaan. En toen breekt telkens weer een nieuwe dag aan. Ik leef nog en vruchteloos tracht mijn ziel zich ervoor op te maken. Ook in zijn gebruik van katholieke elementen toont Arriola zich onvoorspelbaar en veelzijdig. Soms pakt hij het kolderesk aan, een beetje zoals in de Nero-strips van Mark Sleen. Af en toe is het ook ernstiger, zoals bijvoorbeeld in het verhaal De Bekeerling over een prediker die voor straf door God uit de hel wordt gehaald en teruggestuurd naar de aarde. Het is spannend op een iets wat Edgar Allan Poe-achtige manier. Voilà, nog een referentiepunt erbij. Tijdens de meest kritieke uren van slapeloosheid, als eindeloze gissingen mij elke rust ontnemen, pleegt de vogelspin me een bezoekje te brengen. Ze struint kriskras door de kamer en probeert onhandig tegen de wanden op te klimmen. En uitgerekend op dat moment, als ik eenzaam en rillend voel hoe dat nietige monster me de hoek indrijft, herinner ik me hoe ik in andere tijden droomde van Beatrice en van haar onmogelijke gezelschap. Surrealisme en absurdisme vind ik soms te vrijblijvend, te veel laagpoeglaag, onzin om de onzin. Maar Arriola en zijn wonderbaarlijke milligram zijn me echt heel goed meegevallen. Arriola lezen is een beetje zoals dromen. Soms word je wakker en je denkt, dat was onzin, maar wel leuk.
En soms word je wakker en je realiseert je dat er onder de droom wel degelijk een diepere betekenis zat. Iets griezeligs, een vogelspin die door je slaap gewandeld heeft. Dus ja, ik ben heel blij dat uitgeverij Oevers en vertaler Guy Posson Areola naar het Nederlands hebben overgeheveld. Ga je todavía no te preguntar a ti qué piensas de Areola? A mí me gusta el lema de la colección. Mudo espío mientras alguien voraz a mí me observa. Eso incluye el miedo subcutáneo de varias historias, el catolicismo del autor y el humor irónico. Entonces lo que estás diciendo es que todo lo que acabo de decir ya estaba incluido en el lema. Sí. Ok. ¿Una taza de café?